Goedemiddag allemaal. Als ik een beetje tril in mijn stem, komt dat omdat ik het koud heb, maar ook omdat ik boos ben. En ik spreek hier namens de muzici. Namens de muzici. Ons culturele, muzikale erfgoed bevindt zich niet in een museum. Ons muzikale erfgoed is geen gebouw, geen kerk of landgoed. Het bestaat niet uit objecten die verhandeld kunnen worden op Beursplein 5 of Wall Street. Ons muzikale erfgoed is een levende muziekpraktijk. Een muziekpraktijk, dat wil zeggen muzici spelend op een instrument, zingen, spelen, repeteren, oefenen, studeren, het instrument onderhouden, samen naar elkaar luisterend op zoek naar het best mogelijke resultaat. Achter elke uitvoering, maar ook elke radio- of cd-opname zit een wereld van oefenen, repeteren en zoeken naar de beste kunst. Namens de muzici, ons muzikale erfgoed is gebaseerd op een inmiddels 1000 jaar oude traditie. Een traditie en een praktijk met vele kanten, technieken, stijlen en opvattingen. Een rijk, internationaal, zeer hoog aangeslagen, veelkleurig organisme. Wij mogen daar trots op zijn en moeten dat koesteren. Namens de muzici, ook voor muziek geldt dat het erfgoed van morgen de kunst van vandaag is. Investeer in die kunst. Investeer in de conservatoriumstudent die hard aan het oefenen is. Investeer in de puber die een held heeft staan op een poppodium dat die na probeert te streven. Investeer in de kleine podia in het land waar vrijwilligers hard hun best doen en onze steun kunnen gebruiken. Investeer in de muziek. Investeer in de kunst en investeer in het leven. Dat is goed voor onze zo geliefde economie. En dat is uiteindelijk onbetaalbaar. Namens de muzici. Er is een verband tussen wat mooi is en wat goed. Van de kunsten kunnen we leren wat smaak is. Van de kunsten kunnen we leren wat goed is. Van de kunsten kunnen we leren wat goede smaak is. Van de kunsten kunnen we leren wat ons mensen tot mensen maakt. Aan u allen, help mee deze rampzalige beeldenstorm te voorkomen. Help mee het muzikale erfgoed te behouden. Help mee de muzikale toekomst te vormen. Wanneer wij samen optrekken, dan is dat mogelijk. Wij zeggen tegen de politici, nee tegen het cynisme, ja voor de kunst. Steeds opnieuw zullen wij zeggen, nee tegen de afbraak, ja voor de kunst. Nee tegen visieloos beleid, ja voor de kunst, ja voor het leven, ja voor de culturele diversiteit, ja voor samenleven. Kunstenaars, kunstliefhebbers, studenten, docenten, ouderen, jongeren, moslims, joden, christenen, atheïsten, communisten, royalisten, homo sapiens. Laten wij tonen wat een echt feest is voor een echte democratie.